Komend weekend is de A16 van Breda richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Moerdijkbrug tot aan Dordrecht Centrum. De werkzaamheden starten vrijdag 14 juni om 9 uur 's avonds en die duren tot maandag 17 juni tot 5 uur 's morgens. Rijkswaterstaat voert dan verschillende wegwerkzaamheden uit. Ze vervangen de deklaag van het asfalt, alle zogenoemde detectielussen in de weg en het weegsysteem. Ook gaan ze het fietsviaduct bij Amstelwijk schoonmaken. Rijkswaterstaat pakt de doorstromingsproblemen van het verkeer op het knooppunt A16 N3 aan. Dat doen ze met de aanleg van een nieuwe oprit vanaf de N3 naar de A16. Daar komt de klaverblad. Hoe je moet omrijden lees je op rtvdordrecht.nl.